We staan hier in de werkkamer van Pieter Cornelisson, hoofd op het Muiderslot. En ik sta hier voor een heel bijzonder schilderij. Een stuk van de Haarlemse schilder Jan Mienz Molenaar uit 1636. Van een heleboel schilderijen uit de 17e eeuw wordt gezegd dat het theaterscènes voorstellen. Maar heel zelden zie je het 17e eeuws theater in vol bedrijf. Behalve hier. We zien de slotscène uit een tragicomedie van Gerbrand Adriaanszoon Brederoo. Het stuk Lucel. Een Romeo en Juliet bewerking van Brederoo. Met jezelfde plotlijnen. Een stuk dat bij de première in 1616 Maria Tesselschade tot tranen roerde. Althans, als we Brederoo moeten geloven in het voorwoord dat hij bij het stuk liet verschijnen. En het aardige is, een van die typische 17e eeuwse theatervormen is een tableau vivant. Een levend schilderij. Stel je voor, midden in een theaterstuk gaan de gordijnen dicht, blijven enkele minuten dicht, gaat open en de acteurs staan als bevroren op het toneel. Het publiek ging op de banken, werd uitzinnig van dit soort tableau vivants. En hier zie je zo'n tableau vivant in vol bedrijf. We zien de dode Lucel op de puik van haar minnaar Ascanje. Gif. Waarschijnlijk. Ze zit een beetje gek, half omhoog. Dat moet ook, want als je plat gaat liggen op het toneel, dan zie je achter in de zaal niks meer. En je ziet dat hij zijn hand heel ongemakkelijk op de vloer heeft. Daar kan hij nooit zijn gewicht op hebben. Heeft hij ook niet, want achter hem staat een typisch Brederoo-personage. Lekker beetje. Een gulzige bediende die duidelijk wanhopig is met de handen in de lucht. Tegen hem aan ligt de dode Ascanje met op zijn buik Lucel en haar vader. Carponie staat vol berouw boven haar. Haar andere minnaar, de baron, is boos, heeft zijn zwaard in de handen. Kortom, een plaatje vol emotie. En zo bouw je zo'n 17e eeuws tableau vivant. Zo zie je het theater van Brederoo in zijn volle werking. Een van de mooiste schilderijen van het Muiderslot, als je het mij vraagt. Hetzelfde Muiderslot waar Brederoo in 1616 met Hugo de Groot op bezoek kwam. Maar dat is weer een heel ander verhaal.